28 naar Frankrijk. We hopen op een goede sessie. En ja, we zien wel wat dat gaat geven. In elk geval, we hebben er weer goesting in. En Bolle? Hoppa! Zeker weten! Testen water al wat fijn voor jullie. Kunnen we later deze week misschien nog eens terugkomen. Maar dan zijn we toch al zeker dat er iets van voor in ligt. En dat de vis al vertrouwen krijgt op het aas. Je in ieder geval een bad komen. Het is daarmee. Laat de Bolle het zette werk maar doen, zal ik filmen. Vind ik een schoon verdeling. Hopse, we hebben al vier wateren bekeken gehad, waarvan één aangevoerd is. Die andere drie zijn jammer genoeg privéwateren geworden, maar we hebben nog altijd een backupje. Dus we hebben na zelf een innerlijke mens gevuld. En na gaan we koers zetten naar het water en gaan we eraan beginnen. Let's go! Zijn we aangekomen op een prachtig water. Het staat wel vol met weer, maar we gaan eens een keisje nemen. Hè. Cool water, hè. Voilà. Het water op de achtergrond. En Bolle, wat is even een indruk? Schoon water. We zullen er eens direct aan beginnen. Ze. Hoppa! Voor vandaag. Vol me weer hè. In een downscan. Zie je dat vol staat. Niet gemakkelijk, maar de voldoening is eens zo groot natuurlijk als je geen vis kunt vangen. Tussen die planten. Hoeveel is hier wel vrij het anders?
dat zijn wel wat gekjes. Dat is veel beter. Ik zie mijn lood zo wat van de grond komen. Dat is beter, ja. We gaan het evoluseren. Tussen die lange stengels. Echt? Ja, ja, ja. Nice. Kom aan, bolle. Allee, dat is een dikke schub. Ik kan net even steken. Ja, maar zo kan ik hem schuppen. Ja, maar zo kan ik hem schuppen. Ja, ik ben gewoon niet mijn ballen stoom daar, maar even stokje. Nee. Dingelingeling. Nice.
Is het een spiegel, ja? Nee, nee. Ah, nee, een schub, toch. Ja, dan gereed. Ja. Ja. Yes. Box. Hoppa. Wat spannende. Wat was hij? De bollen zijn de birthday fish. En de eerste kerper van de sessie. En de eerste kerper van de sessie. Huts. Gedaan met die snorharen. Hopse. Openbare put. Vol met wier. Na een paar snorharen en een brasem. Eindelijk. Eerste kerper. 18-2. Nice. Content. Heel tevreden. Zeker dat zo'n put. Nice. Hoppakee. Karper nummer 2 is. Zalig. Niet groot, maar op deze water telt alles al. Ho, ho, ho. Content mee, content mee. Het is goed een donkere kleur. Ho, ho, ho. Amai. Prachtig. Secret key snowman. Nice. Dat was hij. Ik zag het, op de drone. Hij is 3-4 keer boven geweest en dan wilde hij hem op een gegeven moment schuppen, maar hij zat met zijn stet naar de boot. Wiep. Nee. Ja. We hongen nog een hele muile draad in dat weer. En die vis die zat met mijn een draad aan de gonder. Daarmee ik die niet geschoppen kreeg. Ah. Aha. Wow, amai zeg. Ja, dat kon ik niet zien op de drone. Jezus.
Zeg, Jezus, fek is een draad van gisteren halen. Zo, Jezus. Zo, een keer weg is. Een kilo of 12 cent, denk ik. Maar hier telt alles. De zak is er al af van de weegschaal. Oh, het is zwaarder dan 12 kilo. 13,8. Nee. Dus ik kan 14 kilo. Yes! We willen een keer foto's pakken. Super. Ja. Dat was het, 13,8. Het is gewoon goudklompje. Het is gewoon donker van kleur. Zo ga ik ze geren. Zeker het key all the way. Hè. Zo heb ik hem altijd. Hoppa. Schone vis. Content mee. Zeker weten. Dit is goud. Voilà. Yes. Spek dat ook beetje. Zullen we direct eens zien wat dat is. En wat is het? Is het een dikke? Nee, een petit siluur. Oh, vettige snorhaar. Jawel. Harry. Dat is een goede vriend. De meer van visser is ook daar. Huh? Ah ja, ginder. Ja. Dat is die vergeven van de snorhaar, ja. Maar ja, waar de snorhaar komt, komt de kerper ook. Voilà. Snorhaar nummer 7 zeker. O, is een hele kleine zelfs. Zeg je toch? Oh, een guppie. Ik wil nog een draad hier niet krijgen. Oei, of de pads totaal onder, ja. De volgende fretten. Ja, wel bollen waarschijnlijk. Zie je wel de pens, ja. Je legt gewoon de bal achter zijn kop.
Nice, we return later. Tot awesome guys. Oh, good on the air. Oh. Amai, wat een bevalling. Hoppa. 16 kilo op de kopse. Schoon een donkere, wat een kleur. Ho. Oh, zeer content mee. Ho, 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 ho. Een putteke vol met wier, mijn vuil gehamen. Ho. Amai, alleszins voor mij toch. Oh, en dat op een bar nog. Super, Secret Key, eerste klas. Devil Mango, die doen het wij. Top. Die mag er weer terug in, ze. Een gewone simpele steen voor in het weer dat we kunnen kwijtspelen. Met een combi onderlengje en een Secret Key. Ja. Voilà, alle stokken liggen wel op scherp. Misschien dat we mergen nog gaan verkassen naar een ander water, dat weten we niet. Maar in elk geval, voor de volgende aankomende nacht, liggen ze spot on. Zo scherp als de bollen. Dat is een Tarzan, ze. Voilà. Woesse. 15:04 in de nacht. Nice. Super. Direct terug zat ze. Hoppakee. Let's hope there's some carp in the net. En? Een snorhaar. Echt? Ja. Wel of wat? Uit een bij. Ja. Een grote en een kleine. Ja. Een huppie. Oei, crap. Maar uit een hart nog wel diep bij, dus ja.
Dat is weer vergeven van die snorharen. Pak die snorremans even aan. Ik zal wel een stok pakken. Dat is ook goed. Dat hem wel open. Nee. Die moet ik nog open zetten. Zo, so, we will be back later. Snorremans. Hoi, Fienersje. Zie je wel een Fiener, ja. Zijn we ze vinden op zijn man? Spiegelse, jij stond een 6 in een spiegel. Zeldzaamheid hier. 15 kilo op de kop. Nice. Gewoon vinnen, serieuze galjaren vinnen. Nice. Nou, hier hebben we de zwekkerse. Super. Dag vriend, zeldzaamheid. Yep. Daar zie jij de. Goedemorgen, het is juist nog een meervolke gevangenissen. We zijn een vettige snorhaar. En nog een brasem. En hopelijk komt er zo'n beetje terug een kerper. De hengel ligt weer terug op zijn plek, hè, na de vettige snorhaar. Dan gaan we toch nog even de oogjes toedoen. Want we zijn nog een beetje. Tot later. Gewoon kleur, grijs, donker, heb ik het geren. Met een maaltwater niet drillen, dan heb ik het zelf maar gedaan. Het is gewoon een vis. Schet, ik weet niet wat bollen het. Heet er goed van gefret. Nice, zo een keer terugzetten ze. Hop.
Voilà, we hebben het laatste nachtje toch nog uitgepakt op een ander waterke. Dat we de eerste dag gaan voeren zijn. Dus old school gewoon, lutje eraan, onderlijn, inwerpen met de bollypijp, wat bolletjes erover. En hoppatee. Hier is ons kampement voor ons nachtje. De twee bedchairs, de bus achter ons. En de bolle is hier nog de laatste. Bolletjes met de voerpijp erbij aan smijten, zijn lenkjes op scherp ontzetten. En dan gaan we er hopelijk hier nog 1 of 2 of 3 uitsleuren. En dan gaan we de week gelukkig naar hazen. Dus we haven het op de hoogte. In elk geval, we hebben er nog altijd goesting in. Let's go! Jongens, stokken liggen een half uur in. En dan loopt alleen een afse. Beter wat rapper naar hier gekomen in plaats van alleen het laatste nachtje. Nice. Wat mijn schoenen aan doen ze. En dan zullen we eens tot daar gaan. En wat is het verdikt? Wat is het verdikt? Een stinkende snor. Oh, ja. De spekken vangen alleen maar snorharen. Bobby. Oh. De beet zit hem hier nog in Olijnen. Dat voorspelt niet veel goed voor deze nacht. Oh. Oh, je wilt mijn scheppen en terugzetten, direct ze. Vent. Jij mag terug. Dag. Hopelijk tot nooit meer. Velasse, het laatste nachtje zit erop. Helaas, geen karper meer gezien. Wel nog 2 snorharen. Juist alles in de bus gestoken. Ze. En we gaan de koers naar huis aanzetten. Het was toch een schoon week. Schoon water weer leren kennen. Weer nieuwe ervaringen opgedaan. En dat is ook altijd veel waard. Investeren in de toekomst. Dus ja, de volgende plannen zijn reeds gemaakt. En dan gaan we er weer terug een lap op geven. Mannetjes, bedankt. En ciao kus.